We hebben er allemaal dagelijks mee te maken, zowel in de keukens als in de badkamers. De granieten en de marmeren bladen. Ik ben benieuwd naar het groot Tilburgs bedrijf, de Lionstone, die deze produceren. Maar volgens mij produceren zij nog veel meer producten. Dus ik ga Leon, de eigenaar, uitnodigen voor een ritje 013. Zo, goedemiddag. Hey, kijk, daar is hij. Hi Leon. Hey Vincent, hoe is het? Ja, ontzettend goed. Leon, ik zou graag wat meer over het bedrijf te weten willen komen. En ik denk met mij nog heel veel andere mensen. Dus ik wilde jou graag uitnodigen voor een ritje 013. Hey, dat vind ik helemaal leuk. Dat gaan we doen. Maar normaal rij jij. Ja. Nou heb ik een auto geregeld. Nou worden wij gereden. Hey, kijk. Dus ik hoef helemaal niet. Jij hoeft helemaal niks te doen. We gaan lekker achterin zitten en wij worden gereden. Hey, hier hou ik van. Ja. Nou. Ga ik zelf mee? Goedendag. Nou, de chauffeur staat al klaar. Zo. Nou, wat een luxe zeg. Ik kan met alles al zelf rijden. Ja, dat dacht ik ook. Goed geregeld, Leon. Ja, ik ben net in de zaak geweest. Ik heb net even rondgelopen, maar ontzettend groot. Maar waar zou je mij kunnen vertellen over de oorsprong van het bedrijf? Hoe is het begonnen? Ben jij het zelf begonnen? Of? Ja, wij zijn in 1995 ben ik begonnen samen met mijn compagnon Wien Simons in keukenbladen te produceren. En ja, nu zijn wij uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 115 mensen. En wij produceren nu een kleine 500 keukenbladen per week. Hetgene wat mij echt opviel is echt de grootte van het bedrijf. En jij noemt het net de keukenbladen. Maar wat ik net heb gezien, het is veel meer dan alleen de keukenbladen, neem ik aan. Ja, wij hebben dus de hoofdmoot is natuurlijk uiteraard keukenbladen. Dat doen wij voor de DMG-organisatie in Waalwijk. En daar produceren wij dus voor 400 showrooms de keukenbladen voor. Ja. Daarnaast hebben wij nog een showroom waar ook de kleren terecht kunnen voor eventueel een vloer of een badkamer. En wij zijn daar de laatste jaren een beetje in gespecialiseerd om met grotere projecten zoals villa's, om die ook helemaal met natuursteen te bewerken. Oké, dus het is echt het project van de bouw tot aan de afwerking kunnen jullie ook begeleiden in samenspraak met de mensen, met de architecten, erbij. Ja, met de wensen van de klant. En daar gaan wij dan op in. En dan kunnen de mensen bij ons ook zelf de materialen uitkomen zoeken. Wat we gaan gebruiken voor eventuele vloer of de badkamer. En daar maken we een totaal project van, zeg maar. Er loopt ontzettend veel personeel rond. Ja, dat klopt. En wat me ook opviel is, ze hebben allemaal een gele polo aan. Ja, gele en polo blauwe broek. En een blauwe broek. Dat zijn echt de kleuren van Tilburg. Daar willen wij er echt in houden. Wij zijn ook een geboren Tilburger. Wij zijn ook een bedrijf dat in Tilburg gevestigd is. Dus daar willen wij wel hoog in het vaandel houden, zeg maar. Oké. Ik noemde net ook al personeel, dat je ongeveer 115 tot 120 man personeel in dienst hebt. De werving daarvan, hebben ze allemaal een bepaalde opleiding nodig? Nou, de opleiding intern? Nee, wij hebben natuurlijk heel veel mensen uit de bouwwereld. Die hebben wij in de tijden benaderd. En dat zijn toch wel mensen die wij zelf op hebben geleid. Want het is niet alleen het vak waar je moet kunnen, je moet ook de wil in hebben. En daar zijn wij heel erg op gefocust. Ja. Van de mensen die dus wel willen werken en echt geen beroep hebben. En die kunnen wij een beroep leren. Van A tot Z kennen wij iedereen. Dat is voor ons, vind ik toch wel een heel belangrijk punt. Hè. Je moet weten wie je in dienst hebt. En ik vind ook gewoon dat je regelmatig op de werkvloer moet zijn. En ook gewoon met de mensen een praatje kunt maken. En dat vinden wij heel belangrijk. Het familiegevoel, zeg maar. Dat straalt het ook daadwerkelijk uit. We werden ook door iedereen hartelijk begroet.
maken jullie alles zelf? Kopen jullie het in? Hoe moet ik dat zien? Ja, we moeten het eigenlijk zo zien. Hè. Wij gaan naar de landen waar het vandaan komt, hè, naar de groeven. Zijn er speciale landen dat je zegt van nou, dat land is echt... Ja, wij kopen veel in Italië. Italië is een land waar dus de blokken naartoe getransporteerd worden vanaf India en Brazilië. En daar worden de blokken gezagen en gepolijst. En daar kopen wij in. Maar daarnaast kopen wij ook groot in en dan rechtstreeks uit een groeve in India of uit Brazilië. En die blokken en die platen die komen dus met de container bij ons rechtstreeks binnen. Dus okay. Er zit geen tussenhandel in, dus echt linea recht uit de groeve naar Lionstone. Oké, dus wat je al zegt, er zit niemand tussen. Dus de prijs voor de mensen, voor de consument is ook nog... Ja, heel erg belangrijk. Hè. Wij willen natuurlijk op elke keuken willen wij een stenen blad produceren. Een keuken vinden wij is niet af zonder steen. En daar willen wij heel scherp in zijn. En dat gaat op deze manier fantastisch. En daarom produceren we ook 500 in de week. 500 keukens per week. Poeh, je zult ze allemaal op moeten leveren. De toekomst, hoe zie je die? Ja, de toekomst zien wij eigenlijk wel goed in. De markt is weer aan het aantrekken. We weten met z'n allen dat dus de woningbouw weer lekker aan het aanlopen of aankomen is. Ja, en omdat wij dus voor 400 showrooms in Nederland produceren, ja, zijn we verspreid over heel Nederland. Ja, en ja, daar zien wij als een positieve wending in de toekomst. Jullie markt is grotendeels in Nederland en een klein stukje België. Ja. Maar is er überhaupt wel interesse om eventueel naar andere landen of is dat ja, prijstechnisch, kostentechnisch? Dat vinden wij niet nodig, want het is natuurlijk te ver van huis. Stel voor dat je de Duitse markt op zou gaan, ja. Dan is het niet alleen in het Ruhrgebied, maar dan zit je ook heel snel in München of in Hamburg. Ja, klopt. De service die wij verlenen aan de klanten van een krasje of een putje wat in een blad kan zitten, dan willen wij altijd binnen een dag bij de klant zijn om dat op te lossen. Daarnaast leveren wij natuurlijk ook heel veel marmeren bladen. Dat is een trend van de laatste jaren. Ja. Die zijn veel spectaculairder, meer veningen, meer kleuren erin. En wij willen de klant die dus een marmerblad koopt graag bij ons in de zaak hebben. Dan kunnen wij de platen die we dus voor die mensen ingekocht hebben, kunnen wij tonen. En dan kunnen ze zelf bepalen uit welk deel ze het blad willen hebben. Nou, Oké, mensen mogen echt exact helemaal zelf... Ja. Dat is echt alleen op het gebied van marmer. Dan kunnen de mensen naar Lionstone komen op afspraak. En dan tonen wij de plaat die we hebben gekocht, ingekocht voor hun. En dan kunnen ze zelf bepalen waar het deel kookplaat komt of het deel spoelbak. En zo maken we samen met de klant zelf het blad tot een geheel. Wat ik al zeg, ik heb net al een kijkje mogen nemen. Ik heb ook even mee mogen lopen met een aantal klanten. En het is ook echt, ja, mensen komen binnen, worden hartelijk ontvangen met een kopje koffie. Ze worden meegenomen. Ze mogen de plaat uitzoeken. Het is echt, de service is echt van A naar Z. Ja, wij vinden dat heel belangrijk is. Ze kopen bij een keukenzaak van de DMG groep. En daar willen wij gewoon het verlengstuk van zijn qua beleving. Qua uitstraling en ja, daar moeten we de mensen ook zo behandelen. Hoe moet je het ongeveer zien als ik nu bij jou nu vandaag binnenkom, ik zie een blad wat ik wil, binnen welke tijdsbestek kan ik het blad hebben? Als een particulier dan is het altijd binnen de 4 en de 6 weken en wij hebben onze orders altijd tussen de 6 en de 8 weken vooraf binnen. Nou Leon, super bedankt. Ik heb ontzettend veel geleerd. Oh, leuk. Ik wil jou graag bedanken voor dit ritje 013. Wij zijn klaar nu. Ik zou jou willen vragen, ja, dan ga lekker verder, ga werken. Ja. En dan ga ik met de chauffeur nog even een rondje maken, denk ik, door Tilburg. Ja, dat zou ik ook doen. Ja, komt helemaal goed.